Dat is Arie Schoofs. En die komt vandaag als Groentje de Groenteboer. Goedenavond, collega Miert. Goedenavond. Hey. Is dit de Groentje de Groenteboer die jullie ooit zullen zien? Vanavond. Ik sta natuurlijk niet alleen op de mat, hè? Nee. Oh, aan de ene kant is het zo'n vrouwke met van die hanenbillen en kiekenbordjes. En aan de andere kant is het Leo Lingerie, hè? Leo Lingerie, bijzonder goed. Het enigste, hè, waar zijn artikelen van de man zo schaaien, is zo'n houten plankje in, hè? Dat kende wel, hè? Nou, en op een gegeven moment lagen aan zijn kant van de plank lagen van die BH's, hè? En die verkochten voor geen meter, hè? Ik dacht, weet je wat, ik zal hem eens een handje mee helpen, hè. Dus ik leg aan mijn kant van de plank mijn bloemkolen er, hè. Ik zet daar ook een spreuk bij, twee halen, één betalen. En dan zien ze die BH's ook wel liggen, hè. Die loopt nog niet, hè. Ik dacht, je werkt met de hand, ik zet er nog een spreuk bij, hè. Twee halen, één betalen. En al zijn uw bloemkolen nog zo klein, voor een tas moet je bij de buren zijn. Ik zei hier vanavond ook met mijn maat, met een golfmaat. Hij is vanavond in zijn werk te nu. Dat is Jantje Wouters, hè? Jan is met een caddy, hè? Maar ik noem mij met een midget golf. Les stonden wij nog op de golfbaan daar bij ons in Esbeek. In één keer komt er een begrafenisstoet neffen. Jan, die stopt met wat hij bezig is, vat zijn pet af en ga je zo staan. Ik zeg maar, jongen, zeg, dat is een mooi gebaar dat je daar maakt. Ja, je, dat mag ik wel, na 35 jaar huwelijk. Les, hè, was Jan alleen wist te golven. Ik was thuis gebleven, hè. Priscil die was van de rode golf af en dan is het groene golf bij ons. Dan mag ik door blijven rijden, hè. Maar ik zal eens vertellen hoe ik ons Priscilla heb leren kennen. Via een contactadvertentie. In de Hulverboden. Ik bel die meest op daar van die krant. Ik zeg, ik wil graag een contactadvertentie zetten. Oh, dat kan, zei een vrouwke. Wil hem er woensdag nog in hebben? Ik zeg, ja, ik zeg, maar dan moet er niet in die advertentie zetten. Toiletjuffrouw is mij op het lijf geschreven. Ik heb namelijk scheid en alles en ze maken mij de pis niet lauw. Net voordat we begonnen, had ik Mariette Meulenbroeks nog aan mijn toffeltje. We gaan het zo over de gekke koeienziekte, want die is bij hun uitgebroken. Ze begrepen er niks van, want ze hielden zijn eigen perfect aan de regels. Twee keer per dag werd die koe gemolken en één keer per jaar werd die gedekt. Hoe kon dat dan toch gebeuren? Nou, ik snap dat wel. Als er elke dag met uw tepels gespeeld wordt en je mag maar één keer per jaar van bil gaan, dan wordt er iedereen hartstikke gek van. Met het toneel, toen had ik vrijdags late dienst en toen maakte ik het toch mee. Samen met Anselien Vergorp moest ik hier afsluiten. Bij de netgang struikelen wij daar over een mens die op de grond lag. Het was pikken donker, dus ik voelde me zo over zijn bolken. Hij was een beetje kaal, hij had een grote neus, maar ik kon niet zien wie dat was. Laat mij maar even, zei Anselien. En ze vatte hem bij de hand recht in zijn kruis. En ze voelt even. Oh, ze is er geen van de toneelvereniging. Mensen, er is niks ergens van de stratenmaker dan dat je de weg kwijt bent. Ik zou mijn eigen eens excuus stellen. Ik ben thee. Theeguls giet ik met mijn haken af, kuls. En ik ben keihard. Ik met taal had ik wel een pluspuntje. Ik was namelijk heel goed met klinkers. Maar nou, sinds een maand of vier heb ik een nieuwe maat. Echt, ik doe dat niet meer alleen. Ik heb een nieuwe maat gekregen. En die nieuwe maat, die komt eigenlijk uit het klooster. Die jaren in het klooster gezeten, die mensen. Echt hoor.
Nou goed, die heeft dus jaren in het klooster gezeten, maar als je hem de straat ziet leggen, nou, dan zie je er eigenlijk niks aan. Tot een paar weken geleden waren we hier in Draaiboom, waren wij zowat om even een hele weg aan het werken. Nou, was de straat had gebroken, dan waren we terug aan het leggen. En toen kon ze het zien. Gewoon de manier waarop hij die kindertjes vastpakt. Dus ik praatte daar zo'n beetje op terug. Neem. En dus, toen gaf je toe. Hij zei, dan gebeurde van alles in dat klooster. Er gebeurde van alles. Hij zei, en dat klopt ook. Als jullie in zo'n klooster komen, het zag er allemaal zo vroom uit, hè. Hij zoiets, ja, intiems, zullen we maar zeggen, hè. Hij zei, met die pij die wij droegen, dat was eigenlijk gewoon een dekmantel. Ik ben vader geworden! Ik heb al iets van alles opgeschreven. Het is vrij kort. Dan zou ik misschien wat dingetjes laten zien hier, zoals trotse papa van bij u moet hebben. Kijk, dat jullie weten wat het is. Weten jullie wat deze is? Voetbalclub met Pessum. Nee, dat is geen voetbalclub met... Weten jullie niet wat deze is? Dat is in mijn joker. Ja. Ook al te gebruiken voor de feestelijke bankenverval. Nou komt het moeilijkste. Weten jullie ook wat deze zijn? Ja, dat zijn zo'n compressie, ja. Nee, dat geeft niet de rest en niet wist, hoor, want ik wist het in het begin ook helemaal niet. Dat doet de vrouw in de BH, hè, als ze borstvoeding geeft, dat is tegen het lekken van de tieten. Maar ik wist dat in het begin ook helemaal niet, hoor. Tot de hele gast op een gegeven moment klaagde dat zo'n flauwe koffie was. En Silone liep heel een dag met twee van die bruine vlekken in. Dus. En de pret die begint al lang van te verren, hè? Dat is het mooiste van alles. Hè? Het is flink oefenen, oefenen en nog eens oefenen. Maar ik zeg altijd maar, als je de vrouwtjes een beetje kent, dan weten we wanneer dat ze op best zijn. Hè? Ik vergelijk dat altijd maar een beetje met erwtensoep. Als ze een beetje beginnen te pruttelen, dan moet er nog last in. De lange lessen die van ons zwanger, hè. Ja, dat is, ik kan er wel van genieten, hoor, zo van zo'n mooie zwangere vrouw, hè. Ik zie dat dan ook wel eens, hoor, die steek ik een beetje de draak met, nou, een beetje een boefje te zouden doen. Ik zei tegen, wat ik zo grapje, ik zei tegen die van ons, je wordt wel dik, hè. Ze zei, jij gek, hè, er groeit een kind in mijn buik. Ik zei, ja, wat groeit er dan in hemelsnaam in mijn kont? Wij nou met Elisabeth in Tilburg, komt op die afdeling, wordt het allemaal als eerste gebeurd, hè? Dan die gynaecoloog, het eerste wat je doet, benen aan de andere kant, hoofd ertussen. Oh, moet je iets doen voor die van ons? Dat was gewoon een week wel beeld, maar geen geluid, denk ik. Maar goed, hij is klaar, hij komt zo naar boven, hij zegt, nou mevrouw, gefeliciteerd, u heeft 3 centimeter ontsluiting. Ik zeg, hoe weet je dat? Hij zei, ja, blijf pak een liedje natte vinger werken. Ja, hier is hij dan, hè. De Brad Pitt uit Tilburg-Zuid. De George Clooney uit Broekhoven. Leuk mensen dat ik allemaal zo spontaan gereageerd heb op mijn contactadvertentie in de Hilversbode. Ja, tijdens de wandeling geweest moederen kwam het hoorgewoord onderaan het uit, hè. Benny, zei ze. Benny knap. Benny. Wordt het niet eens tijd dat je op eigen benen leert staan? Alsof dat voor mensen zo lekker zat op de plankje van uw later, hè. Maar het valt niet mee, hè, om op te vallen tussen al die advertenties in de Hilversbode.
op een gegeven moment belegen vrouw met bovengebit. Zoek man met ondergebit om samen pinda's te eten. En dan hebben we Bertje. Die is zo lui als de nee. Echt waar, die moest een psychologische test doen. Het is 2 bij 3 bij 4 meter en één druppel en het zit vol. Onze keert.